Monique Westerberg, 46, deelt op haar Instagram-account een ontroerend eerbetoon aan haar moeder, die vandaag haar verjaardag viert. Met een diepe dankbaarheid spreekt Monique over de onschatbare invloed van haar moeder op haar leven. Op deze bijzondere dag wil ik mijn moeder eren, de vrouw die mijn fundament vormt en mij heeft gevormd tot wie ik nu ben. Haar liefde en positiviteit hebben mijn pad verlicht en mij gebracht waar ik vandaag ben, omringd door liefde en rust. Monique deelt trots een reeks betekenisvolle foto's van haar moeder, die volgens haar zo positief en liefdevol door het leven gaat. Het optimisme van haar moeder heeft een diepe stempel gedrukt op Monique's eigen levenshouding. Door haar ben ik gegroeid tot de sterke persoon die ik nu ben, en haar positieve kijk op het leven heeft mijn wereldbeeld gevormd. Mijn moeder is mijn onbewuste lerares, de bron van kracht en liefde die me heeft gevormd. Terugkijkend erkent Monique dat ze vroeger niet altijd de waarde inzag van haar moeders positiviteit. In mijn jongere jaren kon ik soms denken: daar heb je haar weer. Maar nu besef ik hoeveel ik heb geleerd en gekregen. Ik koester de kracht en liefde die ik dankzij haar heb ontvangen. Het heeft me gebracht waar ik nu ben. In een staat van liefde en rust. Monique benadrukt dat haar moeder niet de enige persoon is voor wie ze dankbaar is. In haar hart koestert ze ook een diepe liefde voor André Hazes en koestert ze de droom om met hem te trouwen. Naast de liefde van mijn moeder is er nog een speciaal iemand in mijn leven. Ik kijk uit naar de dag waarop ik mijn leven met André Hazes kan delen en samen een nieuw hoofdstuk kan beginnen. Met deze woorden eert Monique niet alleen haar moeder op haar verjaardag, maar spreekt ze ook haar liefde en hoop uit voor de toekomst. De boodschap weerspiegelt de diepgaande waardering voor de positieve invloeden in haar leven, zowel van haar moeder als van haar geliefde André Hazes.